Welkom bij Wild of the World en je zag ons al een stukje reizen door Zuidoost-Azië, waar we de vorige aflevering in Kuala Lumpur waren, de grootste stad van West-Maleisië. En nu rijden we een stukje door, want we willen de natuur zien. We gaan de jungle in Taman Negara. Deze avontuurlijke reis die we maken met Pangea Travel begon dus al goed. Kuala Lumpur is een echte wereldstad. Voor onze grote rondreis door West-Maleisië hebben we natuurlijk een huurauto. En we beginnen vandaag met een rit van 4 uur richting Taman Negara, de mooiste jungle van West-Maleisië. Let's go! Tijdens onze eerste lange rit zien we de stad langzaam plaatsmaken voor de overweldigende natuur. Maleisië ligt vlakbij de Evenaar en bestaat voor 2/3 uit tropisch regenwoud. We zijn er bijna, jongens, in Taman Negara. Maar onderweg komen we echt al in de jungle terecht, in dit gigantische palmbos. En ik keek zo om me heen en ik dacht echt bij mezelf, dit wil je toch gewoon in Maleisië. Dit. We gaan zo meteen de auto parkeren en dan gaan we met een boot naar de overkant. Want we slapen echt in het nationale park. We zijn echt net op tijd aangekomen bij de jetty waar de boot naar het National Park gaat. We gaan even naar de overkant hier de jungle in, want daar slapen we. Want het begint echt keihard te regenen. Dus wij zijn net op tijd droog. De plantjes worden even goed water gegeven. En dat hoort erbij, want gemiddeld regent het hier wel 20 dagen per maand. En vaak zijn die buien kort en hevig. Oh jongens, we zijn er eindelijk. Wat een reis, maar we zijn in de jungle. En dit is ons huisje waar we vanavond gaan slapen. Met de regendruppels op ons dakje. Dus dat is wel fijn. Ah. Nog even een laat diner en dan heerlijk slapen tussen die junglegeluiden. Taman Negara is het allerbelangrijkste nationale park van West-Maleisië. Het is ongeveer 4300 vierkante kilometer groot en de dieren die je hier vindt zijn onder andere olifanten, wilde zwijnen, herten, tapirs en luipaarden. Maar de kans dat je ze ziet is niet heel erg groot, want de jungle is nogal dicht. We gaan vandaag wel een poging wagen en een mooie junglewandeling maken. Aan het begin van onze wandeling zien we meteen al heel veel aapjes. En vanaf het resort lopen we zo de wildernis in. Wow, kijk deze gouden zijdespin. Na een wandeling van ongeveer 45 minuten komen we bij het absolute letterlijke hoogtepunt van vandaag. Dit is de Canopy Walk en we gaan tussen de boomtoppen van brug naar brug lopen naar de platforms en de jungle van bovenaf bekijken. Super cool. Met een lengte van 530 meter is dit de langste aaneengesloten hangbrug ter wereld. Tussen de bomen zien we al snel deze brillangoeren.
en ook de bonte neushoornvogel. Het is een heerlijke nieuwe dag, jongens, in de jungle in Taman Negara. En tijd voor een nieuw avontuur. We gaan de boot nemen, een half uurtje varen en daar aan land naar een hele mooie waterval. Ik heb er zin in. We varen zeker een uurtje over de Tembeling-rivier, ver buiten de bewoonde wereld. Onderweg naar de waterval stoppen we nog bij de oudste en grootste boom van het hele gebied. Hij is 70 meter lang en ongeveer 400 jaar oud en ze noemen hem een Tualang-boom. Om eromheen te lopen duurt al een halve minuut. En daar spotten we het eerste wild. In de namiddag komen de olifanten tevoorschijn langs de rivier. We stoppen onderweg nog even om de vissen te voeren. Deze karpersoort heet kela. We wandelen ongeveer een uurtje langs de rivier op weg naar het mooiste plekje van deze jungle. En stappen onderweg bijna op deze gestreepte bronzen boomslang. En dan staan we midden op de Lataberco waterval. Een adembenemende plek in het machtige tropische regenwoud. Het lijkt wel een schilderij. Ook deze tocht door de jungle was echt de moeite waard, jongens. Maar wij gaan zo meteen inpakken, de auto ophalen en verder reizen door Maleisië. Blijf de komende weken met ons meereizen om nog veel meer van Maleisië te zien. Zo drinken we de beroemde thee van de Cameron Highlands en bezoeken we de parel van de Oriënt, Penang. Om de roadtrip vervolgens af te sluiten op het wonderschone eiland Langkawi. Abonneren dus en ik zie je snel.